Willy, we gaan hier klinkers leggen. We zullen beginnen met die boorsteen eerst te plaatsen. En dan als die boorsteen plaatst, kunnen we aan de hand met het uitleggen van de klinkers de boorsteen aan de andere kant Onderzoeken. plaatsen. Ja. Uitgraven, stabiliseren doen, aantrillen en klinkertjes op. Klinkers vereisen een effen en stabiele ondergrond. Bas graaft de tuingrond af tot op een diepte van minstens 20 centimeter om de boordstenen van het tuinpad te kunnen plaatsen. Dan plaatst hij de eerste boordsteen. De boordstenen zorgen ervoor dat de fundering niet weggedrukt wordt en dat de klinkers niet gaan schuiven. Voor een goede afwatering moet je zorgen voor een hellingsgraat. Daarvoor sla je twee paaltjes in de grond met een touwtje ertussen. Een goed verval voor afwatering is 1 tot 2 centimeter per meter. Bas controleert dit met een waterpas. Ik zal de grond lukken. Vervolgens plaats je de andere boordstenen tegen het touw. Je kan ze aandrukken met de achterkant van een hamer of truweel. Zo'n lens. Voor dit tuinpad is het belangrijk dat de boordstenen die elkaar raken een rechte hoek vormen. Vooraleer je de overliggende rij boordstenen plaatst, leg je eerst een strook klinkers tot je de gewenste breedte van het pad hebt. Zo weet je precies hoe ver de boordstenen uit elkaar moeten komen en hoef je achteraf geen vervelend slijpwerk te doen. De fundering moet ongeveer 15 centimeter dik zijn en bestaat uit twee lagen. De eerste laag is een laag steenslag die je met een hark verdeelt. Oké, Willy, 1 cement, 7 zand. Het tweede deel van de fundering is een stabilisatielaag die bestaat uit zand en cement. Je mengt hiervoor 1 deel cement met 7 delen zand. Bas gebruikt hier een betonmolen, maar je kan dat ook met de hand doen. Om het oppervlak effen te maken gebruik je een rijlat. Start bij het hoogste punt. Zo kan je al het zand gelijkmatig verdelen over het volledige tuinpad. Bas maakt gebruik van paslatten die de helling van het tuinpad volgen. Hij rijdt het overtollige zand af door met de rijlat heen en weer te schuiven over de paslatten. Bas slijpt de klinkers in twee omdat hij ervoor gekozen heeft om ze in halfsteens verband te leggen. Je kan natuurlijk ook kiezen voor blok, visgraat of keperverband. Begin bij het plaatsen van de klinkers altijd aan de rand. Voor dit patroon wissel je op de eerste rij telkens een hele klinker af met een halve. Met een hamer zorg je ervoor dat de klinkers goed vastzitten. De volgende rijen klinkers kunnen gewoon aansluiten. De volgende stap is het uitrillen van het tuinpad. Bas gebruikt hiervoor een plank en een balk. Maar je kan hiervoor ook gebruik maken van een elektrische trilmachine.
Ten slotte vul je de voegen van het tuinpad met fijn wit zand, tot ze volledig gevuld zijn. Een borstel is hierbij een zeer praktisch hulpmiddel. Voilà Willy, het zit erop. Het enige dat je nog moet doen is af en toe nog een beetje invegen, zodat het goed allemaal ingevoegd is. Een beetje laten drogen, nog eens vegen, nog wat drogen, nog wat invegen. Misschien nog een beetje zand bijdoen, zodat het er mooi allemaal opgevoegd is.